Misschien rijdt u er zelf ook wel eens overheen, de Paterswoldseweg. Deze drukke weg bestaat uit twee rijbanen die wordt gescheiden door een betonstrook. Maar volgens de Fietsersbond en de buurtbewoners van Corpus ten Hoorn leidt dit tot meerdere onveilige situaties. Er wordt heel hard gereden. De weg bestaat hier uit twee bochten, gescheiden door een stukje recht. Vaak er zijn best wel veel auto's die daar vaart maken en dus met heel veel vaart deze bocht door moeten. En af en toe vliegt er dus eentje uit de bocht. Dat kan je onder andere nu zien aan de remsporen die hier liggen in het gras en over het fietspad. Het tweede punt wat gevaarlijk is, is dat het gebruikt wordt om in te halen. En hij wordt vanuit de andere kant wordt hij ook gebruikt als voorsorteerstrook voor verkeer wat de wijk in wil. En ik ben dus bang dat er is een moment komt dat iemand die voorsorteert wordt aangereden door iemand die over de strook aan het inhalen is. Nou, het extra gevaarlijk bij dit alles is dat precies in de buitenbocht ligt een fietspad wat best wel veel gebruikt wordt door mensen uit de wijk. Waar ook heel veel kinderen over fietsen die naar school gaan en naar sport. En dat er een keer een auto uit de bocht vliegt. Op het moment dat daar mensen langs fietsen en die daar dan slachtoffer van worden. De Fietsbond had al eerder aan de bel getrokken, maar dit zorgde niet voor een grote verandering. We hebben een jaar of vijf terug hebben we al een brief gestuurd naar de gemeenteraad. En daarover is ook wel een artikeltje verschenen in het Dagblad van het Noorden. Er zijn ook vragen overgesteld in de gemeenteraad. En dat alles heeft ertoe geleid dat er nu een adviesbord staat om 30 km per uur te rijden. Volgens Wim Borgels is het tijd dat er actie ondernomen gaat worden. Een goede oplossing voor ons zou zijn als de betonstrook wordt weggehaald en wordt vervangen door een grasbaan bijvoorbeeld, net zoals op de Laan Corpus Den Hoorn is.